Baby, nous bienvenue de commander. Ja, man. Oké, okay, let's see what we got. Ik begin wel. Oké. Zo, goddamn. Wat is je meest leerzame ervaring geweest in je leven? Oh, ze komen echt met moeilijk. Ja, ja. De meest, ja, ik denk toch wel mijn burn-out. Oké. Okay. Dat is een van de zwaarste momenten van mijn leven, maar daardoor heb ik echt in de spiegel moeten kijken, man. Daar heb ik echt wel diep moeten gaan en veel geleerd en veel uitgehaald. Dus. Ja, ja. Wanneer was dat? Dat was 2019, 5 jaar geleden nu. Ja. Gek. Ja, dit, werkgerelateerd, persoonlijk, wat mag je iets zeggen? Burn-out is altijd een combinatie. Emotionele dingen, werk, familie, grote... Poori. Ja. Nice. Nou, niet nice, maar... Jawel, ik ben er beter uitgekomen. Ja, weet je wel. Nice. Oké. Okay. Ja, man. Are you ready? Ja, kom maar. Welke muziekvoorstelling waar je aan meewerkte, zou je het meest bijblijven? Bourboulettes. Heel simpel, maar een muziektheatervoorstelling, mijn solo, die ik onder begeleiding, onder het dak van Orkater heb gemaakt. Het was een solo over een koloniale oorlog in Angola, tenminste daar begon het mee, waarin Cabriaanse jonge mannen werden gerecruiteerd om te vechten voor de Portugezen. En mijn vader, die was zo'n jonge soldaat die via die weg is geworden wie hij vandaag de dag is. Dus ik had een soort fascinatie van, hey, ik wil daar een voorstelling over maken. Maar toen ik uiteindelijk aan die voorstelling ging beginnen, was er een hoop aan de hand. Ouders zaten in een scheiding, hij en ik waren een soort van in dit. En toen besefte ik, hey, deze voorstelling gaat niet over die oorlog. Het gaat over een oorlog within ourselves en tussen mensen, et cetera. En ik heb daar liedjes voor gemaakt, Braziliaans gerelateerde liedjes, geïnspireerde liedjes, Capverdiaans geïnspireerde liedjes, liedjes die mijn vader vroeger op de gitaar zong. Daar ga ik nog een album van maken en een soort vervolgvoorstelling op maken. Dus ik denk ook dat geen andere voorstelling zo'n persoonlijke voorstelling zal overtreffen voor mij. Ja, gruwelijk. Maar tegelijkertijd is wat we nu aan het doen zijn met Stepping Stones, de muziek die ik heb gecreëerd en die jullie, weet je wel, waar jullie aan bijdragen, versterken. Ik voel een soort dat alles op zijn plek valt, dat die kwaliteiten aan het rijpen zijn en dat ik naar dingen van mezelf luister of hoe jullie het uitvoeren, wij het uitvoeren en dat ik trots ben. Ja, waar ik vroeger heel kritisch op mezelf was de hele tijd, snap je? Mooi, dus dat, ik hoop dat we dat kunnen vasthouden en dat ik dat de hele tour ga hebben. Ja, props. Know? Voor jou ook, voor de composities. Cheers, man. Thanks, man. Ja, thanks. Let's see, what's good? Oh ja, dat is wel een vraag voor jou, ja. Ja, ik heb je op Insta gezien, ik heb je een paar keer, ik heb je gebeld. Doe je mee? Ik zag een paar filmpjes op Insta, dit is jouw vraag. Wanneer ervaar jij dat je het meest kwetsbaar bent? Oh. Ja, toch? Hetzelfde bedoel ik voor ons allemaal, man. Wanneer voel je dat je het meest kwetsbaar bent? Ja, vind ik echt moeilijk. Mm. Eigenlijk, ik zat meteen, omdat we nu net uit repetitie komen, zo op het podium of zo, voel ik me juist vaak heel veilig. En wel kwetsbaar, maar dat is een kwetsbaarheid die ik heel erg gewend ben, dus die voelt heel veilig. Ja, precies. Het is een veilige plek om mijn kwetsbaarheid te tonen. Maar ik denk misschien zo met familie bijvoorbeeld. Zo heel kwetsbaar, heel open met bijvoorbeeld mijn vader of mijn moeder. Dat vind ik denk ik het allermoeilijkst. Mm. Echt eerlijk. Want ik ben de laatste jaren, ook na die burn-out, ben ik veel meer dieper in mijn emoties gaan zitten. Veel meer gaan openen. Dat heeft me echt superveel geholpen, ook met mijn herstel. Ja. Dus met mijn ouders bijvoorbeeld, die zijn best wel hard. Ze zijn heel lieve mensen, heel lief voor mij, maar heel hard voor zichzelf eigenlijk. En niet zo open of zo, uit zichzelf. Generatie-dingen misschien ook. Hè? Ja, maar ze openen wel als ik daarmee kom, maar dat is wel super kwetsbaar. Ik voel dat voor mezelf ook van, Ja, ik zou dat toch zeggen met mijn ouders.
Ja, oké. Okay. Was dat voor jou? Of... Ik denk wat jij net zegt. Als, weet je, ik had laatst weer een gig en toen het varieert, het fluctueert. Ik bedoel, je hebt, als wij straks aan het toeren zijn, heb ik totaal geen zenuwen voor de show bijvoorbeeld. Maar dan doe ik ergens één liedje en dan staat daar het publiek al heel lang en zo. En dan voel ik adrenaline in mijn lijf en besef ik van, oh ja, dit houdt nooit op. Het is niet dat dit na 1000 keer performen weg is. Nee, soms is het er, soms is het er niet. En op dat soort momenten voel ik wel van, oei, spannend. Yeah. Ik ga nu dat podium op met Loopstation, ook notabene. Ja, zoals laatst, toch? Ja, ja. Dus als er iets misgaat in de eerste loop, ja, dan sterf je, bij wijze van, you know? Ja. Ik weet van mezelf dat ik soms periodes heb waarin ik best wel in een overdrive zit, wat werk betreft en dingen. En dan is het misschien gesloten of een soort van wat grijzer. En dan komt er ineens een moment, we zingen een liedje in de show of ik hoor een liedje. En dan, boem, gaat het ineens open, voel ik het stromen. En dan voel ik ook van, oh ja, ik leef, een emotie of iets. En dan denk ik van, dit zou ik consistent willen voelen. Maar het leven waar we ons in verkeren, neemt dat soms weg van me. En dat is een soort balans daarin vinden, vind ik belangrijk. En die kwetsbaarheid te houden. Ik kom uit een omgeving waar je gewoon super hard moest zijn. Mm. Westkruiskade, je groeit op met jongens van, weet je wel, de een staat op de blok, de andere heeft een grote mond, et cetera. Het is een interesting thing, ja. Ja, ja. Ja, hoor je. Hoeveel hebben we er gehad? Die zit weg. Boom. Die alright, is weg. Next. Oh, jij bent. Welke acteur, muzikant heeft jou altijd geïnspireerd en waarom? Ik kan een paar mensen noemen. Ik denk dat de jongens met wie ik ben begonnen, ik ben begonnen in een rapgroep. En een van mijn collega's was toch een soort voorbeeld, omdat hij al op een heel hoog niveau zat qua rappen. En ik moest bijbenen en groeide snel naar hun niveau toe. En tot wie de was dag, dat? Unknown Eye heet die. De groep heette Dutch Conspiracy. Hij is niet eens meer bezig in de kunsten. Maar als ik nu met hem een sessie zou hebben en we zouden gaan schrijven, songwriting, rappen, refreintjes. Yeah. Dan zou ik met mijn A-game moeten komen, omdat hij altijd nog steeds... Ja, ja. Al zou hij het 50 jaar niet doen, is hij gewoon on point. Toen ik begon, kwam het album Reflection Eternal uit van Talib Kweli en DJ High Tech. En zowel de raps van Talib Kweli en de flows en de beats van High Tech waren super inspirerend. Mm. Ik begon toen beats te maken, ook naast het rappen. Daarnaast de Bob Marley's, maar ook een vorig jaar heen gegaan. Vriendin, collega Sarah Tavares. Ja, is een soort idool geweest. Heel lang. En ooit benaderd voor een collabo. En we raakten bevriend. En ik vergat die hele collabo. Je bent gewoon vrienden. En tot op het moment van je hoort van, hey, ze heeft niet lang meer. En ze is heen gegaan. En je beseft, oh ja, die track is er nooit van gekomen. Maar tegelijkertijd ook wel. Omdat je, you know. En zij is... Bijvoorbeeld in de manier van zijn als mens, in de muzikaliteit, in de smaak. Ja, is dus gewoon een super groot voorbeeld geweest. Legend. Ja. Ja, man. Dus dit was niks of wel? Wat is je laatste? Ja, we kunnen die allebei misschien doen. Oké, wat is het laatste dat je doet voordat je op het toneel stapt? Ik denk toch wel plassen. Oké. Ja. Ja? Ja, ja. Ja. Ademen, man. Doe je oefeningen? Ja, soms wel. Soms wel. Ik denk, ik adem in, ik adem uit. Ik gooi mijn lijf los. Ik spring misschien even op en boom, stamp en let's go. That's it. Klein beetje ook tijd voor jezelf. Ja. Van mindfulness bij jezelf. Ja, ja. Bepaalde frequentie komen. Ja. Dat, man. Cheers. Right. Merci.